komt die plant nou aan water? Nou, water wordt door de plant opgenomen uit de grond met behulp van zijn wortels. En samen met dat water komen er ook mineralen die plant in. En die mineralen heeft hij ook nodig. Nou, nu kan die plant niet op elk gedeelte van die wortels water uit de grond opnemen. En die wortels die vertakken zich. En als je hier deze esdoorn weer bekijkt, zie je heel mooi het wortelstelsel. En je ziet dat die wortels zich heel erg fijn vertakken. Waar kan die nou het water opnemen? Nou, de laatste 2 centimeter, daar zitten steeds heel veel hele kleine wortelhaartjes. En die wortelhaartjes, ja, dat is de plek waar het water naar binnen komt. Dus die plant kan op dit gedeelte van die wortel geen water opnemen, want er zitten daar geen wortelharen. Maar als ik hier naar het uiteinde kijk, dan zitten daar heel veel kleine wortelhaartjes. Die kunnen we met het blote oog niet zien. Maar daar kan het water, nou ja, opgenomen worden in de wortel en dan zit het in de plant. Nou, die plant moet dat water natuurlijk overal kunnen gebruiken, dus er is vervoer nodig. Het vervoer van water gaat door vaatbundels en specifiek in die vaatbundel door de houtvaten. Houtvaten vervoeren de mineralen en het water. Nou, de richting van dat vervoer is vanaf de plek waar veel water is en veel mineralen zijn naar de plek waar het nodig is. Nou, dat water en mineralen dat komt bij de wortels de plant in. En waar is het nodig? Het is nodig in bladeren, het is nodig in andere delen van de plant. Dus dat is de stroomrichting vanuit de wortels omhoog naar andere delen. Voor de bastvaten geldt dat ze voedingsstoffen vervoeren. En die voedingsstoffen die worden ook altijd vervoerd vanaf de plek waar veel van die voedingsstoffen zijn naar de plek waar die voedingsstoffen nodig zijn. Nou, waar is een overschot aan voedingsstoffen in een plant? Over het algemeen in de bladeren, want daar maakt hij steeds voedingsstoffen aan. En dus dat vervoer door de bastvaten gaat bijna altijd vanuit de richting van de bladeren naar de wortels, hè, want daar zijn ook voedingsstoffen nodig. En naar de bloemen bijvoorbeeld, hè, want die bloem die moet zich vaak nog even ontwikkelen en hij moet daar nectar aan maken, daar zijn heel veel voedingsstoffen voor nodig. Maar er zijn ook periodes in het jaar dat die plant geen bladeren heeft. In de winter, bomen hebben hun bladeren verloren. Die boom doet in die periode helemaal niet zoveel. Maar op het moment dat het lente wordt en hij moet weer opnieuw bladeren gaan maken, dan, ja, waar zijn voedingsstoffen nodig? Ja, aan het uiteinde van de takken, want daar gaat hij bladeren maken. Waar zijn op dat moment voedingsstoffen aanwezig? Nou ja, dat is in de stam bijvoorbeeld. Want daar slaat een boom heel veel voedingsstoffen op in de winter. En dan zie je dat de plek van het overschot ook nog wel eens anders is. En dat de richting van de stroming door de bastvaten, ja, dus af en toe een beetje kan verschillen. Nou, als we gaan kijken naar het vervoer van water in de stengel. We hadden het net met de wortel opgenomen. Als we in de stengel gaan kijken, dan zie je daar heel duidelijk die vaatbundels. Deze foto heb ik genomen door de microscoop. En deze doorsnede van een stengel, je ziet hier heel erg goed allerlei, ja, een beetje eivormige structuren. Die vormen samen de vaatbundel en die bevatten zowel de bastvaten aan de buitenkant als de houtvaten aan de binnenkant. En dat is ook vrij makkelijk te onthouden. De bast van een boom zit aan de buitenkant. En voor alle planten geldt dan dat de bastvaten in die vaatbundels, nou ja, naar de buitenkant van de stengel gericht zijn. En de houtvaten zitten, ja, meer naar de binnenkant. In deze tekening is dat ook weergegeven. Nou, dat water komt vervolgens aan bij de bladeren. In dat blad daar zitten nerven. Die nerven zijn in feite de vaatbundels. Die vaatbundels die voeren dus water aan, maar er zitten ook bastvaten in en die vervoeren de voedingsstoffen die in het blad gemaakt worden weg vanaf het blad. Nou, ik pak er even een model bij, dan kunnen we dat goed bekijken. Want in dit model zie je hier nog een klein stukje van een vaatbundel zitten. Aan de onderkant is het bastvat. Aan de bovenkant zijn het houtvaten, die kun je ook herkennen, zijn een stuk groter. Die houtvaten die voeren dus het water aan. En het water is nodig hier in de cellen, maar wat je ook ziet is dat er allerlei ruimtes tussen de cellen zitten. En dat is belangrijk, want zo kunnen gassen zich goed verspreiden door het blad. Die gassen die komen binnen via het huidmondje hier. Dat zijn cellen die een opening tussen zich hebben aan de onderkant van het blad. Die kunnen open en dicht. Hier zie je ook zo'n huidmondje. Er moeten gassen naar binnen komen, want die plant heeft koolstofdioxide nodig. Hij maakt zuurstof aan.
En het zuurstof moet er dus uit, het koolstofdioxide moet erin. Maar omdat hier een opening met de buitenlucht is en er hier zoveel water wordt aangevoerd, krijg je dat er ook heel veel water verdampt via die huidmondjes. En dan loopt het plant risico dat die gaat uitdrogen. En zeker in periodes waarin het heel erg warm is of waarin het heel erg droog is, gaat die heel veel vocht verliezen via die huidmondjes. En dat betekent dat die plant daar een oplossing voor nodig heeft. En die oplossing is dat het huidmondje af en toe sluit. En wanneer die huidmondjes gesloten zijn, dan is er ook geen uitwisseling van gassen. Maar er kan ook geen water verliezen. En zo beschermt hij zich tegen uitdroging.